Nou, de huisartsen die hebben dus geruimdheid aangegeven dat zij ontevreden zijn over het honorarium, met name het abonnementstarief. Er wordt regulier, hè? Dat is een normale zaak. Wordt om de zoveel tijd aandacht gevraagd voor aanpassing van het abonnementstarief. Ook bij alle dienstverleners, dus ook de huisartsen. En dat is dus kenbaar gemaakt, ook bij de verzekeraars, deur van mijn SZF. En het schijnt dus een beetje een moeilijke financiële situatie te zijn om de polie, het bedrijf dan draaiende te houden. Vanwege de gestegen kosten en zo. Dus dat is aangegeven en er is een traject ingezet met een poosje. Om te geraken tot een tarief, maar natuurlijk wil je dat ook doen op basis van reële kosten, calculaties, etc. Dus we hebben gisteren een delegatie van het VMS-bestuur ontvangen van de huisartsen en een aantal zaken. Ik heb gisteren ook overhandig gekregen dan het definitief accountantsrapport, welke is verricht door een accountant en daarin een calculatie zijn gemaakt over wat het tarief zou moeten zijn en welke aspecten zijn meegenomen bij de calculatie. Dus ik heb het pas gisteren ontvangen. En u weet, er was eerder al wat berichtgeving dat er dreiging is voor escalatie, voor acties, et cetera. Maar goed, als ik het pas gisteren het rapport heb ontvangen, dat betekent dat wij dus nu serieus kijken daarnaar. En dat we de huisarts hebben gevraagd om wat ruimte. Zodat wij ook met een gedegen voorstel kunnen komen naar de mensen toe. We erkennen dat de situatie inderdaad een grote uitdaging is om dat ook te doen. We moeten natuurlijk ook kijken wat voor mogelijkheden er bestaan aan budgetbegroting om dit allemaal te gaan realiseren. Dus we hebben gevraagd om even persstilte van beide kanten uit. Dus ik overtreed even die persstilte, maar het is meer een update dat ik geef dat wij vanaf nu tot eind volgende week vrijdag aan het werken zijn intern. Dus partijen om te geraken tot een goed voorstel. Er is een ALV gisteren geweest. Ik heb geen update over de uitkomst van die ALV. Ik heb ook geen bericht gezien, dus ik heb wel het beroep gedaan gisteren om aan de leden door te geven dat de regering in ieder geval oor heeft naar de problemen, maar dat er ook ruimte gevraagd wordt om zaken uit te werken.